Bij de unboxing video heb ik uitgelegd dat er twee grote verschillen zijn bij de nieuwe iPad Pro's. Eentje die je ziet en eentje die je niet ziet. In deze video bespreek ik de nieuwe iPad Pro's met de M4-chip en ga ik ook dieper in op Apples nieuwe paradepaardje. Is dit een dure tablet om enkel YouTube of Netflix te kijken of zit er meer achter? We komen het te weten in deze video. Bij mij viel de verpakking van de nieuwe iPads direct op. Deze doos is zo dun en licht dat je denkt dat ze je belazerd hebben. En als je denkt een oplaadstekker of Apple stickers te krijgen, dan ben je dat ook wel, want deze zitten helaas niet meer in de doos. Wel krijg je een mooie oplaadkabel in de kleur van je iPad. In mijn geval is dat een zwarte kabel. En naast de iPad vind je nog enkel wat documentatie in de doos. En als je die iPad uit de doos haalt, dan voel je direct dat je een nieuw apparaat in handen hebt. De iPad Pro is dun en dat is echt wel opvallend. Net zoals de keuze van Apple om deze iPad Pro's zo dun te maken. Ze hadden ook de dikte kunnen behouden en extra batterijcapaciteit kunnen toevoegen. Maar anderzijds vind ik de designwijziging wel leuk. Op die manier merk je dat je iets nieuws in handen hebt. En niet hetzelfde design van vijf jaar geleden. Ondanks dat de iPad dunner is geworden, is de batterijcapaciteit van deze iPad Pro 11 inch er wel op vooruit gegaan. 31,29 wattuur in plaats van 28,65 wattuur. De 13 inch iPad Pro is er iets op achteruit gegaan, maar dat ga je niet merken in dagelijks gebruik. Apple heeft bespaard op de camera's. Ze hebben de ultra wide camera verwijderd en nu heb je enkel een 12 megapixel groothoekcamera camera aan de achterkant. De LiDAR scanner blijft behouden en neemt nu de plaats in van de ultrawide camera. De flitser is vernieuwd en noemt nu Adaptive True Tone Flash. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik nooit foto's maak met mijn iPad. Daarvoor gebruik ik de iPhone of mijn camera. Met de camera aan de voorzijde hebben ze wel iets goeds gedaan. Deze is verplaatst van de korte zijde aan de zijkant naar de lange zijde bovenaan. En dit heeft als voordeel dat je met FaceTime of Zoom gesprekken een natuurlijker beeld gaat krijgen. De Face ID sensor zit nu ook aan de lange zijde bovenaan en daardoor krijg ik veel minder de melding dat deze geblokkeerd is, zoals ik op mijn vorige iPad Pro wel regelmatig kreeg. Je hebt nog steeds vier luidsprekers, maar ze hebben net wat minder bas dan hun voorganger. Het geluid is nog altijd heel erg goed en je zal het enkel horen als je de iPads naast elkaar legt, maar dit is één van de opofferingen die ze moeten maken met een dunnere iPad. Uiteraard heeft de iPad Pro nog steeds een USB-C poort die compatibel is met Thunderbolt 4 om te laden of een SSD schijf aan te sluiten. Het is ook mogelijk om een extern scherm aan te sluiten met een maximale resolutie van 6K. En een van de verrassingen tijdens de lancering was dat de iPad Pro het eerste toestel is dat de nieuwe Apple M4 chip gaat gebruiken. Deze chip is de beste chip die Apple tot nu toe in een product heeft gestoken. Maar 90% van de kopers zal de kracht die in deze iPad zit niet gebruiken. Er zijn maar enkele spelletjes beschikbaar die de hardware rijtracing gebruiken op deze iPad. De nieuwe stemsplitter functie in de Logic app op de iPad is heel erg knap. Als je die app gebruikt. En de nieuwe Final Cut Pro-app voor de iPad. Deze is momenteel nog niet uit, maar deze zal ook de kracht van de nieuwe M4-chip kunnen gebruiken. En die nieuwe Final Cut Pro-app ziet er trouwens wel heel erg knap uit. Je kan er vier iPhones of andere iPads op aansluiten om zo in real-time die vier streams te kunnen bewerken. Je kan dan op je iPad de settings van die bepaalde iPhone aanpassen. En door die multicam-editing, dus de meerdere streams te kunnen aanpassen, gaat die M4-chip zeker wel van pas kunnen komen. En ook zal deze chip beter gaan werken bij AI-applicaties, waarvan ze al eentje hebben gepresenteerd. Het scannen van documenten en bonnetjes is nu verbeterd en de AI zal de schaduwen beter kunnen wegwerken. Maar let wel, niet elke M4 iPad Pro krijgt de volledige kracht van de M4-chip. Wat bij de nieuwste iPads opvalt, is dat er veel verschillende keuzes zijn. Je hebt de kleur, dat kunnen we al een tijdje kiezen, net zoals de grootte van de opslag. De basis iPad begint vanaf 256 GB en gaat tot 2 Terabyte geheugen. En sinds enkele jaren krijg je ook meer RAM-geheugen in de duurste iPads. En dat is nu niet anders. 8 GB RAM in het basismodel en 16 GB RAM in de 1 en 2 TB versies. Maar nu is het verschil nog groter, want je krijgt niet enkel meer RAM, maar ook meer CPU cores. De base iPad Pro krijgt 9 CPU cores met 3 performance cores en de duurste versies krijgen een extra performance core, dus 10-core CPU. Je kon al langer kiezen voor de 4- of 5G functie of enkel wifi, maar nu kan je ook een andere toplaag kiezen voor op je scherm. Een displayglas met nanotextuur, en dat is een anti laag op je iPad, die ervoor zorgt dat je scherm beter zichtbaar is, en vooral buiten in zonnige omstandigheden zal je dit merken. Het nadeel van deze laag is dat de kleuren er wat flatser uitzien, en dat het nog een grotere vingerdrukmagneet is dan op de reguliere schermen. En dit is ook de eerste keer dat je zoveel verschillende mogelijkheden hebt in één dezelfde iPad. In mijn unboxing video zei ik al dat er twee grote nieuwigheden zijn. Eén daarvan het nieuwe Tandem OLED-scherm. En geloof me, het scherm is prachtig. Zeker als je HDR-content bekijkt, waar het zwart echt zwart is, valt het op dat je op een nieuw scherm kijkt. Ze hebben twee OLED-schermen op elkaar geplakt om zo nog meer helderheid en dynamisch bereik te kunnen krijgen. Aan de andere kant, als je enkel tekst leest of SDR-content bekijkt, zal je weinig verschil merken met de voorgaande iPad Pro's. Nu ze met een OLED-scherm werken, had ik verwacht dat ze eindelijk het Always On scherm zouden implementeren in de iPad Pro's, maar dat is helaas nog altijd niet het geval. Technisch is het nogthans perfect mogelijk. Misschien dat ze het bij WWDC in juni alsnog gaan implementeren in deze M4 iPad Pro's. Het scherm blijft nog steeds de maximale refresh rate van 120 Hz behouden, wat Apple het ProMotion Display noemt. En als we nu het scherm gaan vergelijken met dat van de oudere M1 iPad Pro, is het heel erg moeilijk om het verschil te kunnen zien. Laat staan als je ze niet naast elkaar legt. Het is een prachtig scherm, maar dat had de vorige iPad Pro ook al. Als we dan de vergelijking gaan maken met de veel goedkopere 10e generatie iPad, waarvan ze trouwens de prijs hebben laten zakken, dus dat is goed nieuws, is het verschil wel duidelijk merkbaar. En bij elke release van een nieuwe iPad Pro is het hetzelfde liedje. Er zijn heel veel mensen die het een gemiste kans vinden dat er geen macOS op een iPad wordt gezet. Technisch zou dit perfect kunnen. De iPad Pro met M4 heeft nu een krachtiger chip dan de meeste Macbooks. Apple heeft onlangs in een interview gezegd dat ze de iPad als een apart product zien die in combinatie met een Mac gebruikt kan worden en nooit de Mac zal vervangen. En dat is jammer, want er zijn heel wat voordelen aan een Mac die een iPad niet heeft. Zo denk ik onder meer aan een goede Finder app, meer power apps en deze vergelijking maak ik omdat als we naar de prijs gaan kijken, is een MacBook Air M3 met meer geheugen goedkoper dan een iPad Pro M4 11 inch met een toetsenbord. Dat is toch iets om over na te denken. Naast de nieuwe iPads heeft Apple ook nieuwe accessoires gelanceerd, onder andere deze Apple Pencil Pro. Dit is een nieuwe Apple Pencil, en geloof me, ik behoor niet tot de doelgroep van artiesten die hier kunstwerken mee kunnen maken. Maar deze Apple Pencil Pro is wel een upgrade, zowel hardware- als softwarematig. Je hebt nu de Find My ingebouwd, zodat je de pen altijd kan terugvinden via de Zoek Mijn app. En geloof me, ik heb al zo'n Apple Pencil verloren en dat is pijnlijk. En met de nieuwe Apple Pencil Pro is dat dus verleden tijd. Er zit ook een nieuwe knijpsensor in de pen. Als je op de pen knijpt, roep je standaard de menu op. Om een andere pen of een gom te gebruiken. Maar je kan dit ook programmeren om een shortcut toe te voegen, en dat is ongelooflijk. Zo kan je met een knijp op de pen een screenshot maken, een app naar keuze openen of zelfs je smart home apparaten aansturen. Met een knijp op de pen zal het licht aangaan. Kom aan, dat is toch cool? Het gebruik van de pen is ook verbeterd. Zo is er nu de barrel rotation. Dus met het draaien van de pen zie je ook het penseel op het scherm roteren. En je hebt nu zelfs een valse schaduw op het scherm die je penseel matcht. Heel erg tof. Maar helaas is het niet allemaal goed nieuws. Want als je de Apple Pencil Pro wil gebruiken, heb je ook ineens een nieuwe iPad nodig. Want de Apple Pencil Pro werkt enkel met de nieuwe iPad Pro met M4-chip en de Apple Air met M2 chip die ze ook onlangs hebben gelanceerd. En dit komt omdat die frontfacing camera op de iPad nu naar de lange zijde is verplaatst en de magneten om de Apple Pencil vast te houden en ook op te laden zijn verplaatst in de iPad. Jammer dat Apple deze keuze heeft gemaakt. Want er waren ook andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld de Pencil Pro aan de zijkant laten laden. De Apple Pencil Pro die kost 149 euro en, ook al zit ik niet in de doelgroep, vind ik dat toch een heel leuk niche product. Ook vernieuwd is het weliswaar erg dure Magic Keyboard. Ik ben wel blij dat ze nu aluminium gebruiken, want het geeft wel echt een MacBook gevoel. Typen op dit toetsenbord of dat van een MacBook voelt bijna identiek. De trackpad werkt heel erg goed en die geeft een leuke klik bij het indrukken. Door het metaal zit de iPad dicht tegen het toetsenbord en moet je de juiste techniek gebruiken om het te openen. En in het begin is dat wel even aanpassen, zeker als je de vorige generatie gewoon bent. En als je je iPad gebruikt om te typen of te mailen, is dit toetsenbord wel een heel erg goede investering. De ervaring van dit toetsenbord zit heel erg dicht bij dat van een MacBook, maar dan betaal je daar ook wel voor. De iPad Pro met M4-chip is de beste iPad die je momenteel kan kopen. Maar dat zeggen ze met alle nieuwe producten. Als je al een iPad hebt met een M1 of M2-chip, zie ik niet direct in waarom je zou upgraden naar eentje met M4. Tenzij ze op WWDC in juni enkele killerfuncties gaan aankondigen: een iPadOS waarvoor je de M4-chip nodig hebt. Dus dat is nog even afwachten. Als je de nieuwe Apple Pencil Pro wilt gebruiken moet je ook opkrijgen. De upgrades zijn er wel, maar als zo vaak tegenwoordig is het een evolutie en geen revolutie. En dat is ook best oké. Okay. De iPad is dunner dan ooit, heeft het beste scherm en presteert beter dan dat iPadOS momenteel aan kan. De Pro zorgt ook voor een hoger prijskaartje, maar dat zal de professionals en de Apple fanboys, sorry guilty, niet tegenhouden om deze iPad te gaan kopen. Bedankt om te kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je heel graag terug in een volgende video.